Het is een zaak die je niet mag vergeten en zeker niet mag loslaten. Deze volkomen onschuldige vrouw, Hannie Bakker uit Winkel in Noord-Holland, overleed 5 jaar geleden na een uit de hand gelopen inbraak. Afgelopen vrijdag werd rond Winkel een nieuw offensief gestart om alsnog tot een oplossing te komen. De dader komt daar mogelijk uit de buurt. Hannie Bakker was 68 jaar oud toen ze overleed. Samen met haar man had ze 2 dochters en een zoon. Ze was een bijzonder actieve vrouw. Ze deed aan handwerken, ze hield van tuinieren en ze paste vaak op haar kleinkinderen. Ze paste ook heel veel op onze kinderen, ja. En dat deed ze met alle liefde. Ze was er altijd voor je, stond altijd voor je klaar. Dan gingen we regelmatig dingen doen samen, even stadten of even lunchen. Je kon altijd bij de langs als je ergens mee zat of iets leuks te vertellen hebt. Dat maakte niet uit. Een hele lieve moeder die veel voor je deed. Ze deed sieraden maken, breien. En ze heeft ook gehandeld. Ze was altijd bezig, ja. Of met ons of met de kids of vreubelen of sporten. Hannie Bakker en haar man hadden een groot bollenbedrijf in Nederland en Frankrijk. Begin jaren 90 lieten ze midden in de bollenvelden een vrijstaand huis bouwen. Het staat aan de Limmerschouw, vlakbij het dorpje Winkel, zo'n 20 kilometer boven Alkmaar. Als haar man in Frankrijk was, was ze daar regelmatig alleen, maar vervelen deed ze zich nooit. Terug naar woensdagavond 26 april 2017, de avond voor Koningsdag. Hannie Bakker heeft die avond bardienst gehad bij de tennisclub. Ze is rond 9:15 thuis. Om 9:30 stuurt ze nog een WhatsApp-berichtje aan een vriendin. Het was een makkelijke bardienst, schrijft ze onder andere. Om 9:45 stuurt ze nog een bericht aan haar dochter. Mijn moeder had kantinedienst. Ik stuurde gewoon van hoe gaat het. En kreeg ik een bericht terug van ja, dat ze al eerder naar huis mocht. Want het was niet zo heel druk. Dus dat ze lekker thuis zat. Korte tijd daarna is ze waarschijnlijk naar bed gegaan. Zoals altijd gaat ook haar handtas met daarin haar portemonnee mee naar haar slaapkamer. Ergens die avond of in de ochtend van Koningsdag 2017 forceren 1 of meerdere personen het raam aan de achterkant van de woning. De indringer of indringers zijn op de begane grond in het huis op zoek gegaan. De dader of daders zijn ook naar boven gegaan, naar de slaapkamer van mevrouw Bakker. Het is Koningsdag 2017, 12:00 middags. Een van de dochters van mevrouw Bakker maakt zich zorgen. Ik had een paar keer gebeld, maar ze nam niet op. Haar moeder zou met haar en de kinderen naar de vrijmarkt gaan, maar ze is niet komen opdagen. Ik deed de deur open, ik had een eigen sleutel. Mam? Het voelde anders. Het voelde heel anders gewoon. Dat het niet goed was, iets. Mam? Het was vreselijk om haar daar te zien liggen op de grond naast de bed. Ik kon wel zien dat het heel ernstig was. Nadat haar dochter de hulpdiensten gealarmeerd heeft, wordt mevrouw Bakker met een hoogwerker uit het huis getakeld. Een traumahelikopter brengt haar met spoed naar het ziekenhuis. Daar ligt ze 6 weken in coma voor ze overlijdt. Ze heeft nooit kunnen vertellen wat haar is overkomen. Het was best zwaar om te zien dat ze in coma lag. Wordt ze wel wakker of niet? Of hoe, wat? Je hebt altijd hoop. Ja. Je hebt altijd hoop dat het goed komt. Ik snap niet waarom iemand zo'n lieve vrouw heeft aangedaan. Ik begrijp het niet. Nee. Sinds 2017 probeert de politie op allerlei manieren om de dader of daders te vinden. Ook in Opsporing Verzocht vroegen we om uw hulp.
Maar degene die mevrouw Bakker om het leven heeft gebracht, is nog steeds niet gevonden. Wij vinden het heel fijn dat het weer opgepakt wordt. Want het is heel moeilijk om zo lang in onzekerheid te zitten. We weten helemaal niet wat er gebeurd is en waarom. En ja, dat willen we eigenlijk wel heel graag weten. Stel dat er iemand opgepakt wordt, kan je het iets beter verwerken, iets meer een plek geven. Ja, meneer Venema, het is dus 5 jaar geleden dat mevrouw Bakker om het leven is gebracht. Dit is echt zo'n zaak die niet onopgelost mag blijven. Nee, en om even een beeld te schetsen. Er is grof geweld gebruikt tegen mevrouw Bakker tijdens de confrontatie in haar slaapkamer. Ze is buiten bewustzijn geraakt en helaas uiteindelijk ook overleden. Het enige dat is meegenomen zijn haar handtas en haar telefoon. Nou, we hebben daar destijds in en om de woning uitvoerig spooronderzoek gedaan. We hebben ook het DNA-sporen veiliggesteld. Die hebben nog niet tot een oplossing geleid, die DNA-sporen. En we hebben dus de afgelopen maanden gekeken of we op een andere manier dichter bij de dader of daders kunnen komen. En u heeft hele specifieke deskundigen ingeschakeld? Ja, we hebben een aantal recherchepsychologen geraadpleegd. En aan hen een soort profiel gevraagd van de dader of daders. En zij geven aan dat het mogelijk om in 2017 een vrij jong iemand zou kunnen gaan. Dat is het meest waarschijnlijke. Al blijft dat natuurlijk altijd een inschatting. Het zou ook kunnen dat ze destijds wel een klein beetje ouder waren. En verder zeggen de deskundigen dat ze behoorlijk bekend moeten zijn geweest in de omgeving van Winkel. Ze wisten bijvoorbeeld dat er weinig doorgaand verkeer is op die Limmerschouw. En dat ze daar dus ongestoord hun gang konden gaan. En dat betekent dus concreet dat de daders mogelijk daar uit de regio komen. Mm-hmm. Nou was er al een beloning uitgeloofd van 15.000 euro, maar die is opgehoogd nu. Ja, omdat we het belangrijk vinden dat de dood van mevrouw Bakker alsnog wordt opgelost, verhoogt het Openbaar Ministerie de beloning naar 25.000 euro voor de tip die leidt tot de veroordeling van de dader. En we doen met klem en ook opnieuw een beroep op mensen in de omgeving van Winkel die vermoeden wie dit gedaan kan hebben. En zeker als iemand al jaren rondloopt met zo'n vermoeden, dan is dit het moment om naar voren te stappen en met ons te praten. En voor iedereen die twijfelt, we houden niet iemand direct aan op basis van een tip. We doen altijd eerst nog uitvoerig onderzoek voor we overgaan tot een aanhouding. Nou goed, om dat nou even te nuanceren. Om zoveel mogelijk mensen te bereiken met deze boodschap, bent u sinds een paar dagen echt een groot media-offensief gestart. Ja, we doen dat in nauw overleg met de nabestaanden van mevrouw Bakker. In de omgeving van Winkel hangen overal posters langs de weg met haar afbeelding daarop. En in Winkel vroegen we dit weekend aandacht voor de zaak met het mobiele medialab. Verder staat een podcast en een video op YouTube online. En we verspreiden vanaf vandaag een bijzondere burgernetoproep, ingesproken door de dochters van mevrouw Bakker. En we hebben flyers verspreid in de Nederlandse gevangenissen. En heeft het al iets opgeleverd, al die publiciteit? Nou, tot op dit moment zeker zo'n 20 tips. En sommige tipgevers die verwijzen naar andere inbraken. Of geven ons adviezen. Andere tipgevers wijzen naar specifieke mogelijke verdachten. Oh. Ja, en iedereen die heeft er meegedacht, enorm bedankt. En we lopen natuurlijk al die informatie nadrukkelijk uit. En tegelijkertijd vragen we iedereen nog eens goed na te gaan. Wie zou er verantwoordelijk kunnen zijn voor de dood van Hanny Bakker? Dat is toch echt de belangrijkste vraag die we beantwoord willen hebben. En ook bij twijfel, neem contact met ons op. Dan kunnen we in ieder geval altijd onderzoek doen. Ik hoop dat veel mensen dat gaan doen. Er is dus nu een beloning van 25.000 euro. En daar maakt u aanspraak op als u kunt vertellen wie in 2017 Hanny Bakker uit Winkel om het leven bracht. Informatie doorgeven kan nu meteen via onze site of door te bellen met een van de tiplijnen.